Bruja Podcast. De podcast van Wakker Nederland. Hier is jouw presentator. Jaap Kornuit. Jaap Kornuit. Ja, welkom bij Bruja Podcast, de podcast van Wakker Nederland. Fijn dat je weer luistert. Dit is aflevering 102. Mijn naam is Jaap Kornuit. Ja, en Chantal is er natuurlijk ook weer. Ja, je kunt ons elke woensdag beluisteren rond de avondklok van 5. Ja, en als je ons programma nou leuk vindt, hè, laat dan even wat van je horen. Ja, want we weten dat er heel veel mensen naar ons luisteren. Dat kunnen we zien aan de cijfertjes. Maar jullie zijn een beetje stiekem, want jullie zeggen nooit iets terug. Dus laat even een comment achter op de YouTube. Of via Instagram, hè, of stuur even een e-mailtje. Ja, en als dat allemaal te veel gedoe is voor je, nou ja, doe dan gewoon je raam open, hè. En schreeuw dan zo hard mogelijk naar buiten wat je tegen ons wil zeggen. Ja, leuk. Hey, en we hebben vandaag een hele speciale carnavalsuitzending voor je. Oh, maar Chantal, wacht even jongens, wacht, stop even. Het is toch nog lang geen carnaval? Nee, sterker nog, het carnaval gaat helemaal niet door dit jaar. Nee, precies, hè? Er is een coronalockdown en nu is er zelfs ook nog een avondklok. Ja, nou en daarom dacht ik dat het wel leuk was dat wij thuis carnaval gingen vieren, hè, voor de mensen. Ja, Ton Deuze die komt straks langs, want die heeft weer een nieuwe hit geschreven, een carnavalsnummer. Oké. En ik doe ook mee en Frank doet ook mee. Oh ja, Frank, maar Frank is er nog helemaal niet. Nee. Hè? Waar is die? Hij zou er toch moeten zijn? Ja, het is ook helemaal niks voor hem om laten komen. Nou, weet je, ik zal hem eens even de waarheid vertellen als hij straks binnenkomt. Oh, nou, ja, laten we dit jaar nou een beetje lief zijn tegen elkaar, hè? Want, ik weet het, Chantal. Ja. Hij staat natuurlijk vast in de sneeuw. Hè? In de sneeuw? Ja, Chantal, want er is eindelijk weer eens een keer sneeuw gevallen, hè? Ja, maar dat was vorige week, hè? Maar dat was heel kort. Oh? Je moest er heel snel bij zijn. Want het lag er maar anderhalve minuut, hè? Oh. Ja. Van 5:13 tot 5:14. Oh. Ja. Oké, dat wist ik niet. Hè? Hoezo wist je dat niet? Nee, ik zat al die tijd ondergedoken hier in de studio, hè? Uit angst voor die verschrikkelijke sneeuwstorm die ze hadden voorspeld. Hè? Zit jij al de hele week hier in de studio? Oh. Hallo, jongens. Ja, hallo, Frank. Oh ja, zo. Nou, daar is hij dan eindelijk. Hè? Ja, sorry. Dat was Bruja voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En laat nog even weten in de comments. Is het programma nou al afgelopen? Hoe kan dat nou? Zo laat ben ik toch ook weer niet? Nee, ja, rustig aan maar. Jaapie, die neemt je gewoon in de maling. Oh, ja, het is weer zover. Ja. Nou ja, ga lekker zitten, Frank. Ja. Was je mooi ingetrapt, hè? Maar waar kom je eigenlijk zo laat vandaan, Frank? Ja, nee. Nou, dat zit zo. Ja? Ik moest nog even... Ja. Ja, oké. Ga maar zitten, Frank. Ja, daar. En stil zijn, hè? Ja. Oké, jongens, breek het nieuws. Oh, maar Jaapie, ben je dan niet benieuwd waarom Frank zo laat is? Ja, maar kan mij dat nou schelen, Chantal, hè? Ja, maar misschien is het wel belangrijk. Ja, we hebben het over Frank, hè, Chantal? Ja, maar... Hoe belangrijk kan het zijn? Ja. Oké, goed, mensen. In de Telegraaf van vandaag staat dat vanaf vandaag is er een avondklok. En die is ingegaan om, even kijken, 37 minuten voor 5. Oké. En die geldt tot 19 minuten over 6. Maar is dat dan in de ochtend of in de avond? Ja, nee, nou, hij gaat dus 37 minuten voor 5 in de ochtend. Ja. En hij eindigt om, even kijken hoor, 19 minuten over 6 in de avond. Ja, maar dan kun je toch helemaal niet overdags naar buiten, hè? Het was toch geen avondklok, toch? Oh, ja, wacht even, ik had een krant ondersteboven. Het klopt, het is inderdaad 37 minuten voor 5 in de avond, gaat hij in. Ja. En dan mag je dus niet meer buiten zijn. En dat duurt tot 19 minuten over 6. Ja. In de ochtend, of zoiets, toch? Ja. Oh, oké. Okay. Dat is lang, zeg. Maar wat gebeurt er dan als je het overtreedt, die regel? Ja. Als je toch naar buiten gaat? Dan word je gewoon ter plekke neergeschoten. Oh ja, oké. Okay. En voor wie geldt die regel? Ja, die geldt voor... Even kijken, die geldt voor iedereen. Oh, nou dat is wel lekker duidelijk dan. Ja, wacht even. Behalve... Medewerkers van bezorgdiensten. Ja. En voor mensen met honden, hè. Want je moet toch die hond uitlaten, want je wil niet dat ze je hele huiskamer onderscheiden. Nee. Datzelfde geldt ook voor bejaarden, hè. Want je wil niet dat ze je hele huiskamer onderscheiden. Nee, precies. En voor beveiligers natuurlijk. Ja. Want
de meeste mensen die stelen 's nachts. Ja. Dus ja, de beveiliging is nodig. Ja, dat is logisch. En voor mensen die zich vervelen. Ja. En voor mensen met pleinvrees. Oké. Okay. Ja. Die mogen dus allemaal wel naar buiten. Ja. Ja. Oh. Is lekker duidelijk. Ja, toch? Oké. Ja, nou ja, ik hoor de twijfel in je stem, Chantal. Hè, van ja, hoor ik nou wel of niet bij zo'n groep? Ja, precies. Nou ja, en daarop is het duidelijke antwoord. Je merkt het vanzelf. Oh, ja. Ja, maar ik maak me echt geen zorgen hoor, Chantal. Nee? Oh, wat? Nee, want op Marktplaats verkopen ze nu heel veel postbezorgersuniformen. Ja. Oh. Ja. Ja, en dat is dé oplossing, hè? Want als je die koopt en je trekt hem aan, ja, dan denkt iedereen dat je postbode bent. Oh, ja. En dan kun je gewoon over straat lopen zonder te worden neergeschoten. Ja, dat wou ik nog vertellen. Want ik was zo laat vandaag omdat ik... Ja, oké, Frank, zo kan hij wel weer, hè? Dat interesseert me geen reet, hè? Je volgende keer sta je maar gewoon wat eerder op. Maar wordt er ook iets gezegd voor de aanleiding van de avondklok, hè? Waarom is dat eigenlijk? Er staat hier dat ondanks de lockdown en de coronamaatregelen... Ja. Is er toch een kleine minderheidsgroepering van Lilliputters... die iedere nacht carnaval viert. Oh. En dat zorgt voor een hoop overlast en besmetting. Oh, hè? Lilliputters? Ja, Lilliputters. Ja, je weet wel, dat zijn die ondermaatse mensen... die over een paar jaar ons land gaan regeren, hè? En aan de top staan van grote bedrijven. En die onze staatsschuld moeten terechtbetalen. Oh ja, ja, de Lilliputters. Ja. Hé, maar is een avondklok dan niet een veel te zware maatregel? Ja, nou, er is wel gekeken naar alternatieven, hè? Ja. Zoals, ze dachten eerst van, ja, misschien kunnen we een meetlat ophangen, hè? Bij natuurgebieden en bedrijventerreinen. Ja. En onderbruggen, ja, dat zijn de locaties waar de feesten worden gegeven door de Lilliputters. Ja, ja, ja. En dan zo'n meetlat ophangen van, ja, je moet minimaal 1,5 meter zijn om hier naar binnen te mogen. Oh ja. Maar dat bleek allemaal veel te veel werk, hè? Dat zou te lang duren en het zou te veel geld gaan kosten. Oh. Dus vandaar dat de avondklok was gewoon makkelijker. Ja, maar de feestjes die waren toch sowieso al verboden? Ja. Dus ze hielden zich toch sowieso al niet aan de regels? Ja, dat klopt. Nou, wat gaat dit extra regeltje van die avondklok dan uitmaken? Helemaal niks. Nee. Dus ze gaan straks, ondanks de avondklok, gewoon door met feesten. Ja, dat verwacht ik wel. Ja, maar dat is vreselijk, Jaapie. Ja? Ja, want straks worden ze allemaal doodgeschoten. Ja. Of erger nog, nou, krijgen ze allemaal corona. Ja. Ja, Chantal, het zijn mijn Lilliputters, hè? Die gaan we echt niet missen, hoor. Nou, Jaapie, je mag Lilliputters niet zo kleineren, hè? We mogen ze niet over het hoofd zien. Waarom lachen jullie nou? Jongens, wat is er nou? Hallo? Weet je? Kleineren. Over het hoofd zien. Oh ja. Ja, nou hoor ik het ook. Beschermen. Dat zijn Lilliputters. Ja. Nee, jongens. Jongens, okay. Hallo. Oké, jongens. Jongens, hallo. Oké. Okay. Ja. Okay. Laten we toch verder gaan. Ja. Oké. Okay. Even rustig. Ja, oké. Okay. Ja, even rustig, jongens. We moeten verder met het programma. Die nou. Frank, draai jij maar even wat muziek, hè? Ja. Draai maar even wat tijdloze muziek. Ja, jij is goed. Nou, kom op, jongens. Jullie zijn toch geen klein kind meer? Gedraag jezelf een beetje, joh. Jongen, jongen, zeg. En de klok zegt tik, 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 al mijn uren weg. Voor wie wacht, komt alles steeds te laat. Je luistert naar Broeja Podcast. Elke woensdag rond de klok van 5. Broeja Podcast. Met Jaap Konijt. Reclame! Heb jij ook zo'n hekel aan regeltjes? Kom dan werken bij de post. Want als postbezorger mag je alles. Zoals onbeschoft zijn tegen bewoners en hulpdiensten. Tijdens de avondklok buiten zijn en andermans post openmaken of in de sloot gooien. Oké, het verdient dan misschien geen reet, maar als je een pakketje achterover drukt, dan doen wij niet moeilijk. Kom werken bij de post. Gebrek aan opleiding en motivatie is geen enkel bezwaar. De post, dat is leuk. Reclame! Broeja Live. Tijd
voor muziek. Lekker genieten van lekkere muziek. Live muziek. In de studio. Bij Broeja Live. Ja, nou Chantal had je er al voor gewaarschuwd. Dit is dus een hele speciale Broeja-uitzending. We gaan thuis carnaval vieren. Hè? Dus zet allemaal je feest thuis uit je kast. En vergeet de alcohol niet. Zet je feestmuts op. Ja, doe je bonus de knoopje los, wat je ook vindt. Lekker gek doen. En we gaan allemaal polonaise lopen door de huiskamer. Jij mensen, zijn jullie allemaal klaar? Ja, ik ben klaar. Jij doet nog niet mee, ik zie het wel. Opstaan, kom op. Schuif die bureaustoel achteruit. Het werk kan wel even wachten. Ja, we gaan feest vieren, mensen. Tom Deuze is hier in de studio. Ja, hallo, daar ben ik weer. Ja, en Ton heeft een nieuwe carnavalshit geschreven. Ja. Hoe heet die, Ton? Hij heet Dans je de hele nacht met mij. Oké, nou, en wie gaat er allemaal meezingen? Jij, Chantal? Ja, ik ga meezingen. En jij, Frank? Ja, ik zing ook mee. Ja, nou, leuk. En ik bedien ondertussen even de knoppies. Ja, we gaan feesten. Ja, daar gaan we dan. Jongens, 1, 2, 3, Polonaise! Hé hey jongens, ik geef een feestje vanavond. Komen jullie ook? Maar er is toch een lockdown? Oh ja, goeie grap, Frank. Dans je de hele nacht met mij? Ik heb corona, maar kom er lekker bij. Ik geef een feestje, ondanks dat dat niet mag. Ik heb schijt aan het gezag. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Wie er besmet wordt, die krijgt een weekje vrij. Niet naar het werk toe en even niet naar school. Dat COVID is toch apeco. En Mark Rutte is een halve zoon. La 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 la. Ja, ik ook. Dans je de hele nacht met mij? Is er een feestje, ben ik van de partij. Er is een lockdown, dat maakt me echt heel boos. Het is toch nutteloos. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Wie er besmet wordt, die krijgt een weekje vrij. Niet naar het werk toe en even niet naar school. Dat COVID is toch apeco. En Mark Rutte is een halve zoon. La 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 la. Hey Chantal, ja? Hoeveel mensen komen er eigenlijk vanavond? Nou ja, een stuk minder dan gisteren. Ja, maar hoeveel dan? Ja, 750. Oh, zo weinig maar. Nou, dat wordt een lauwe bedoeling. Ja, sorry, maar de rest had allemaal corona. Nou ja zeg, wat de aanstel is. Nou, we moeten gewoon wat meer lawaai maken, dan krijgen we vanzelf meer gasten. Hé, hoe bedoel je? Nou, de politie. Oh, daar zijn ze al. Hoera! Gezellig. La 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 la. Fantastisch. Oké, mensen. Ik zou zeggen, dit was Broeja voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Like, abonneren, comment. En dan zie ik jullie volgende week weer. Ja, jongens, dan gaan we nog een keer. Ja. Polonaise. Hey Frank. Ja? Waarom was je eigenlijk zo laat vandaag? Nou, omdat vandaag de avondklok is ingegaan... Ja? ...was ik even een postuniform aan het ophalen dat ik had gekocht via Marktplaats. Oh. Oh, mijn god. Het is al 5 uur geweest. Oh, nee. En ik heb geen postuniform. Ik ook niet. Als we nu naar buiten gaan, dan worden we neergeschoten. Ja, ja. Nou, doei, hè. Ik ga naar huis. Tot volgende week. Oh, mijn god.
Vond je dit leuk? Ja, ik vond dat wel leuk, ja. Nee, ja, ik heb het even tegen de luisteraars. Oh, sorry, hak niet door. Ja, dus vond je het leuk? Ja. Klik dan op de video's hieronder voor meer afleveringen. Oh ja. En vergeet natuurlijk niet te commenten, ja, te liken, ja, en te subscriben. Oh ja, dat ook, ja. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. Broeien!